Goedenavond allemaal. Dit is de uit geodetische driehoeken opgebouwde Disa-ronde. En die driehoeken, dat is voor extra stevigheid. Ja, we kunnen ook een keer een vierkant houden. Dat is een flauw grapje wat ik vaker maak. Maar vorige week was het rustig. Dus ik hoop echt dat er meer mensen zijn dit keer. Maar goed, anders ga ik echt een sterk verhaal vertellen hoor. Dat ik bedoel, ik weet dat er ook wel mensen luisteren. En dan zet ik de opname zet ik gewoon online. Hè. Dan hebben de mensen er toch nog wat aan. Nou, mijn stem wel niet al te erg. Het vervelende was, ik dacht vandaag van nou, dit is een rustig dagje. Ik heb veel tijd, maar gaandeweg de middag werd het steeds erger. Kortom, ik ben eigenlijk totaal uitgeput nu en ik moet de ronde nog beginnen. En dan moet ik straks nog door met een stuk vertalen ook nog weer. Dus dat, ja, toestanden. Ja, niks voorbereid dus. Ik weet geen DISA-nieuws. Ik ben met geodetische driehoeken bezig geweest. Dus vandaar, ik ben een kattenhol aan het maken met een geodetische bol. Op de 3D-printer. Dat is een hele klus, want volgens mij bestaat het ding uit iets van nou, een stuk of 10, 12 vlakken. En elk vlak duurt een dag om te printen. Dus ga er maar aan staan. Maar ik ga het wel doen, want ik vind het wel leuk. En het schijnt super sterk te zijn. Ja, ik moet ook even op de chat antwoorden. Dus dat ga ik ook even doen. Even kijken, ik heb wel al een spreadsheet klaarstaan voor het log. Ik hou zo nog wel even een verhaaltje. Ik ga even op de chat reageren. En ik ga kijken wie de inmelders zijn. En dan kan ik mooi van het dashboard aflezen. Dat is dan wel weer makkelijk. PSS Echo. Goedenavond, John. Dat is toch een goede Mike Sierra, misschien. Aardig, Michael. Leuk dat je gebleven bent. Ik denk, je zit voor de ronde te kletsen. Die is mooi weg, hè? Ja, het is rustig. Ik moet duidelijk meer reclame maken. Dat ga ik volgende week nog wel doen. Dat is vandaag helaas niet gelukt door de planning. Ik moet nog heel even wat typen. In de tussentijd ga ik wel even kijken of er meer inmelders zijn. Ik weet niet of je dat gehoord had. Ik had de 3D-printer een geweldige steun geprint voor de PL386. Maar dat vertel ik dan zo nog wel even. Zijn er nog meer inmelders van PSS Echo? Wat behalve 4 telt ik veel, luister ook zelf mee. Op de dag hier volgens mij Juliet. Frans, jouw stream heeft geen geluid. Ja, dat klopt, John. Van de rest van de rug mee bezig. Want het schijnt toch iets met die XLX088 reflector te maken te hebben. Is hij daar nu mee bezig of is dat meer een lange termijn project, Frans? Zeg, is Sander er op dit moment mee bezig of is dat een lange termijn project? Sander is op het moment mee bezig, zo. Ja, dat is allemaal, er zaten wat mensen op de chat die... ik zie nu een heleboel mensen ineens voorbij komen, dat is goed nieuws. Ik weet niet of ik zeg op de goede volgorde iedereen in de lijst zet, maar dat zien we dan wel. Er zitten wat mensen, dag Rob ook, met mensen mee te kijken, op het chat mee te kijken. En die kunnen momenteel niet luisteren, dus dat was de reden. En Sander die reageerde niet op mijn woorden, maar dat is ongetwijfeld omdat hij zo druk met die stream bezig was. Hè? Even kijken, wie heb ik genoteerd? PA4DX op luisteren, PA1X zie ik, niet PH2X die er ook is, maar Papa Alpha 1X-ray. Even kijken, PD4FMJ heb ik en PH2X,
Zijn er nog meer inmelders? PSS Echo. Nou, dit is toch al heel mooi. Eens even kijken. Ja, Michael, ik had van even kijken, waar komt dat ding vandaan? Van Thingiverse heet die website. En daar maakte een mede-amateur erop attent dat er een heel fraai statiefje was voor die PL386. Dat is een soort blokje waar je hem inzet. En daar kun je dus de antenne, dat T-antennetje kun je erin zetten. Raak je hem niet kwijt, want dat ding moet ik altijd naar zoeken. En je kunt er nog een extra accupak ook in zetten. En ja, het ding doet wel, volgens mij was het wel 11 uur printen. Maar ja, dan heb je ook wat. PNMSW, de dienst daaronder, PSS Echo. Ja, zes Echo. Pak weer goeie Mike Sherwisky. Goedenavond allemaal. Ja, leuk, John. Nou, bij deze, hè, we gaan eentje bestellen bij jou. Ja, ik hoor het al. De kattenbol of wat je ook aan het printen bent, daar gaat natuurlijk voor, hè. Veel huisgenoten, dan ja, gaat altijd voor en dan heb je ook goed, hè. Ja, ja, je had het al gezegd, maar ik heb er nog niet naar gekeken of vandaag gezocht op internet, hè, hoe dat dan eruit ziet. Maar een statiefje voor dat ding is sowieso wel handig, hè. Ja. Ja, het is gewoon een dingetje wat niet echt fijn als verschil staat natuurlijk. Ja, goed, en qua inmelders, ja. Ja, nou, er zijn best wel wat inmelders, maar als ze uitblijven, dan snap ik het ook wel een beetje meer warm, hè. Dus je gaat in ieder geval niet voor je plezier in de warme check zitten wat dat betreft. Ik heb vanavond de 705 in zijn rugzakje. Met een accu er nog in, hier onder de overkapping buiten neergezet. Dan kan ik toch nog een klein zuchtje wind mee pakken en lekker nog even zitten. Zo doen. Ja, voor de rest qua dienst daar weinig te vertellen. Weinig meer gedaan. Ik had straks wel een heel raar fenomeen op. Ik ben nog steeds met XLX088 verbonden, nou, met de open sport. Dat ik één station had die ja, drie kwart van de doorgang, dan viel hij in één keer weg, hè. En ik weet een ander station, daar had ik er helemaal geen last van. Dan via de repeater van Groenlo hier. Dus zaten ze allebei. Allebei dezelfde repeater en die één had ik daar, ja, een beetje vreemd, hè. Vreemd verhaal, zeg maar. Dat zal daar wel mee te maken hebben. Zes Echo, liefst daarom. Ik heb echt goeie Mike Sherwisky. Ja, Roger, ja, het ding is wel gemaakt. Er zijn heel veel mensen die hebben een soort lijst op de PL386 heen. Die heb ik niet. Ik heb die ook niet meegeleverd gekregen. En daardoor staat mijn ontvanger al wat los in dat blokje. Ik heb het blokje hier voor me staan. Ja, ik vind hem echt wel mooi. Dus ik zal eens kijken of ik dat kan achterhalen. Even met de importeur praten of er zoiets voor te leveren is of zo. Want dat wil ik er dan wel weer bij hebben. Ja, het is een hele klus om het ding te printen inderdaad. Ik heb sinds kort twee printers al hem. Dus. Aha. Ik moet heel even wat op het chatkanaal typen hoor. Van PSS Echo. Dus, even kijken hoor, want ik ben nu even van mijn apropos, maar ik moest me er toch even mee, het was belangrijk genoeg. ja, maar waar was ik nu gebleven? Nou, in ieder geval, dat is inderdaad een handige tool. Dus ik moet nog even kijken of ik, misschien dat jij volgende doorgang nog kan zeggen of jij weet dat ervoor bestaat. En misschien heb ik het wel gewoon niet meegeleverd gekregen. Ik heb nog even in de doos gekeken, maar er was er ook niet echt plek voor. Dus het is een soort rand van ja, een halve centimeter of zo om het ding heen, een soort stootrand. En dat is handig, want anders dan past je niet in die steun. En ik kan dat ding wel opnieuw gaan ontwerpen, maar dan moet ik hem weer opnieuw printen. Oh ja, ik zei dat ik twee printers had. Ja, ik had een kapotte printer en toen heb ik een fabrieksfout eruit gehaald. En als dank kreeg ik een printer cadeau. Dus het was niet een heel duur hoor. Dus een 3D-printer van 7 tientjes heb ik ervoor betaald. Maar ja, ik heb voor die 7 tientjes er nu wel twee. Dus ik kan het twee keer zo snel printen, hè. En in de een heb ik zwart filament en in de ander wit. Maar het wit is veel mooier. Dus ja, die printer die werkt veel meer, hè.
praktisch. Dan moet ik gewoon twee rollen witte filament kopen. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar ik ben nu zo'n geodetische... er was een geodetische stoel voor de katten waar ze in konden zitten. Maar er was heel weinig van bekend. En toen ben ik eens gaan zoeken. Toen kwam ik er eentje tegen. Dat is een soort bol wat een soort kattenhuisje is, zeg maar. Waar ze door een opening binnen kunnen kruipen. En dan liggen ze in die bol. En dat ding bestaat puur uit het geprinte driehoekjes die je met tijrepjes aan elkaar maakt. En de geodetische bol, dat is de meest stevige vorm die je met de minste materialen kunt maken. Dus er zijn allerlei gebouwen ook mee gemaakt en dat is heel erg sterk. Maar het heeft hier natuurlijk geen nut dat het sterk is, maar het is wel leuk dat het zo'n bol is. Dus, maar ik ben pas net begonnen gisteren, dus ik denk dat ik nog wel 12 dagen moet printen. Dus als dat ding er een keer tussendoor moet, dan kan dat ook nog wel. Hè. Ik roep wel eens van ja, als mensen wat geprint, moet niet uit de hand lopen hoor, dat ik er dagwerk aan heb. Maar op zich kan ik wel, als iemand wat geprint wil hebben. En mijn printer kan het, want ik kan maar één soort filament gebruiken. Niet UV-bestendig, helaas. Maar toch, ik heb al leuke bakjes voor elektronica gemaakt, isolatoren voor inverted V dipolen en nog een aantal andere dingen, dus dat is toch al wel redelijk geslaagd iets, hè. Ik kan er wat mee. Microfoon naar Rob, PA1X, lang niet gehoord. Een goede avond van PSS Echo voor de Diesta-ronde. Ja, PSS Echo, Papa Alf 1. Ik zeg goedenavond, John. En ook andere luisteraars, een goedenavond. Ja, inderdaad, een tijdje geleden. Ik was even in de check bezig. Ik moest bol aanvragen voor het Koude Oorlog event. Dus was ik even mee bezig. En volgens mij met de computer zag ik in één keer een mailtje. En denk, laat ik me ze toch eens even inmelden. Dus ja, ik heb eigenlijk heel weinig gedaan met die start de laatste tijd. Hè. Dus ook de andere rondes een beetje gemist, eerlijk gezegd. Dus ik denk, nu maar eens een keer wel eventjes inmelden. Oké, weinig bijzonderheden. Ja, ik ben een beetje met HF bezig, hè, dus niet echt met Istar. Maar ik vind het wel een leuke tak van hobby, leuk dat te doen. Dus, het zit in mijn radio, dus ik denk, dat ga ik dan af en toe toch maar gebruiken. Goed, John, ja, voor de rest geen bijzonderheden. Dus microfoon maar retour. PA6 Echo, Papa Alf 1XG. Ja, Roger. Ja, ik heb zelf ook het nodig op HF. Ik ben pedestrian mobile. Ben ik ook helemaal aan het uitbouwen. Ik heb een leuk mastje gekocht ervoor. 65 centimeter lang antennemast. Weegt 1,25 kilo. En uitgeschoven is die 10 meter hoog. Dus ik heb perfect een inverted V in ophangen. Een paar tuidraden heb je wel nodig. Want hij is niet heel stabiel, maar heel bruikbaar. En heel licht. Zo geschikt voor wandelen en zo, hè. Dus dat is wel leuk. En ik heb zo'n True SDX, als je dat zegt. Dat is een zendontvangertje van Nederlands-Duitse herkomst. Ik kreeg trouwens vandaag, wat wel grappig was, een mailtje van een van de ontwerpers daarvan. Die had mijn filmpje op YouTube gezien over het apparaat. En die had nog allemaal tips, dus dat is heel erg leuk. Dit is een ding van, wat is het, 6 bij 9 bij 3 centimeter. Dat is de hele transceiver. Er komt 4 watt uit op 5 banden. SSP, CW, digitale modus. SWR meter zit erin en een power meter. Echt heel leuk. Kost €150. Compleet gebouwd en draaien met dat ding. Dat is echt, dat ding werkt echt goed. Dus ik kan het aanbevelen. En het is super licht en gebruikt bijna geen stroom. Want het eindtrapje staat in klasse E. Dus echt, het zendertje heeft 90% rendement of zo. Dat is ook wel bijzonder. En dat doen ze op een heel bijzondere manier, met pulscode modulatie en een faselogloop. Maar dat moet ik dan een keer wat uitgebreiden, want er is meer tekst voor nodig dan ik nu kwijt wil. Hè? Goed, microfoon naar Frans. Als je er bent, Frans, want misschien ben je met de stream bezig. PD4, Fox, Mike, Juliet. De dienst daaronder, PSS Echo. Ja, ik ben wel, John. Even kijken of ik modulatie heb. Jij hebt modulatie, Frans. Hier gaat iets niet goed. Frans, jouw doorgang is geheel niet doorgekomen. We hebben een kwart seconde gehoord. Even kijken, gaat het zo weer, zon? Dit is
apparaat af hier, volgens mij, Kiria. En als het wel werkt, dan ben je ook vorstelijk te verstaan hoor. Dus dit gaat prima. Oké, nou Sander die is nog steeds bezig om te proberen die dummy repeater in de lucht te krijgen. En ja, zolang zit ik nog even op de achtergrond mee te kijken zo. Ja. Nou, ik ga nog eens even roepen of er misschien niet meer inmelders zijn. Of ja, juist wel meer inmelders zijn, want iedereen is welkom. We kunnen er nog wel een paar gebruiken om de lijst wat completer te maken. PA6 Echo, zijn er nog inmelders voor de D-Star ronde? Papa Delta 4, Echo Hotel Juliet. Ja, ik ben een korte inmelder. Ik rij op de A12. Ik ben jullie ronde even aan het volgen. Ik wil alleen even laten weten dat ik UWV ben, maar ik denk dat ik straks weer uit het bereik van UTR rijd, dus dan ben ik weer QRT. Maar ik ben in ieder geval even aanwezig voor zolang als het duurt. Microfoon de Tour, PAB4EHJ. PD4 Echo Hotel Juliet, hartstikke welkom. En ik begrijp dat het kort is, dus ik heb er een sterretje achter gezet van meeluisterend. Erg leuk dat je even inmeldt, hartstikke bedankt. En de volgende keer, als je zoals weer hoort, doe dat gerust weer. dan laat ik je nu gewoon rijden, want ik weet dat het bereik van UTR niet super is. En, dus het kan best wel zijn dat het dan ook zo afgelopen is. Microfoon aan Jaap, Papa Hotel 2 X-Ray. Niet Papa Alpha 1 X-Ray, maar Papa Hotel 2 X-Ray. De microfoon van Papa Alpha 6 Echo voor de D-Star ronde. Ja, dankjewel John. Goedenavond. Ik kwam wat later in de ronde, want ik was nog bezig met een nieuwe 2 meter antenne op het dak te zetten. Ik had voorheen mijn 2 meter antenne voor 70 centimeter antenne op de vliering staan, binnen. Maar dat gaf voor sommige mensen die zeiden, ja dat is, kan beter. Dus als je hem buiten zet, dan zou dat wel mooi zijn. Dan heb ik eentje van Rob gekregen, Papa Delta 1 November Whisky, heb ik zondag gezien, was bij mij. En ik heb net vandaag de antenne op het dak gezet, was nog bezig met de voedingskabel en moest nog een bord, plank dicht schroeven. En toen was de ronde inmiddels al begonnen. Ik dacht, ja, ik moet hem nog even afmaken. Inmiddels gaat trouwens ook de FB13 op het dak, John. Daar weet jij alles van, dat ik daarmee bezig was. Maar hij is afgelopen zaterdag heb ik hem in de rotor getild en in het lager. En het werkt uitstekend. Ik heb wel gemerkt dat ik meer ontvangst heb en dat ik beter door kan bij anderen. Die is daar niet veel aan gedaan. Nee, maar nu ben ik er weer. Hi. Verder niet veel te melden. Antennegebied veel vorderingen gemaakt, dus voor de rest niet zoveel. Beetje voor een tour naar Papa Alpha 6 Echo voor de ronde van Papa Hotel 2 X-Ray. Ja, Roger, PA6 Echo voor de D-Star ronde. Ja, ik heb zelf iets meer tijd voor QSO's, dus ik heb afgelopen week ben ik wat meer op D-Star geweest. Dat was nog niet veel. Maar de afgelopen weken was het gewoon echt niks. En nu heb ik net iets meer tijd. Maar ja, het is net op dinsdag is altijd voor mij een slechte dag. Dat is ooit de reden geweest dat ik met de D-Star ronde gestopt ben ergens in 2010. Want ik heb op dinsdag het altijd druk. Dat is ook de reden waarom ik af en toe uitval en dan niet de ronde kan doen. En het was vandaag weer zo dat alles tot vlak voor de ronde dichtgetimmerd zat. Hè. Ik heb wel gegeten gelukkig, dat schiet er ook nog wel eens weer in. Ik probeer dat wel netjes te doen altijd, maar het gebeurt ook wel eens dat na de D-Star ronde pas is. En dan prop ik me voor de tijd vol met droge boterhammen, zodat ik niet trillend van de honger voor de microfoon zit. Hè. Maar dit is vrij letterlijk, is dat wel zo, ja. Maar ook dat is niet erg, want ik kies daar zelf voor. Hè. Goed, daar hebben we iedereen op het lijstje gehad. Dus ik ga terug naar Michael. Ja, ik kan niet beloven wanneer, maar ik wil zo'n ding wel voor je printen, Michael. Dan, dat is qua kosten zelf is het niks. De verzendkosten vergoed vind ik het prima, hè. Dus want dat filament, wat zit er in de 30-40 gram filament of zo. En een kilo, dat kost €22. Dus reken maar uit. PE1 MSW, de dienst van ronde, PSS Echo.
Dus dat zeg ik wel op PNMSP. Ja, dat had je, John, hè. Maar ik zal wel eens even snuffen op internet. Misschien, net te zeggen, is het origineel gewoon wel wat voor, hè. En, ja, je vroeg nou wat er bij in zat. Ja, ik had alleen zo'n hoesje eromheen, hè. Dat zat er bij in. En voor de rest, geen toebehoren echt, hè. Ja, en de oortje zat er ook nog bij in, ook, hè. En dan het frietantennetje, zeg maar, de staart natuurlijk. Maar ik moet zeggen, het bevalt wel goed, hè. Zo'n klein kriebelig ontvangertje gaat er wel heel goed. Ik kom blij mee. Goed, ja, voor de rest is ook niet veel bijzonders, hè. Ik had wel wat problemen om jullie te ontvangen, hè. Het hapert en doet nogal. Ik had al gezien dat ik mijn hotspot op iets anders zet, hè, dan 088. 007 of zo, en dan kijken we of dat beter gaat dan, hè. Maar vanavond gaat het niet helemaal zo vlekkeloos. Goed, ik meld me ook huis bij deze. Allemaal fijne avond gewenst, hè. Ik luister nog even een beetje mee, maar het gaat heel moeizaam. Zes, ik kom de ronde PNM is weer. Ja, Roger, ik heb inmiddels je mailtje gestuurd waar je dat ding kunt zien. De eerste foto die je te zien krijgt is niet de beste. Je kunt onder die foto kun je dan doorklikken naar andere. En deze is in anthraciet geprint. Ik heb hem zelf in het wit, dan is hij een stuk mooier. En even kijken, kun je zien. Ja, op de eerste foto kun je wel goed zien die hele steun om het ding heen. Ik weet nog steeds niet de herkomst ervan, maar ik heb meer mensen gezien die hem hadden op foto's. Dus ja, nou, gewoon even de importeur vragen. En misschien is het ook wel een ding wat 3D geprint. Het is een rubber rand. De tweede foto kun je het ook goed zien. Het is gewoon een rubber stootrand om het hele apparaat heen. En zonder die rand past hij niet goed in de steun, dus dat is een beetje kloten. En er zat niks, want je kunt met sommige 3D printers ook rubber printen, maar er zat niks van, die rand zat er niet bij ofzo. Nee. Het is gewoon één joekeloeris van een object wat je moet printen. En that's all. Kijk, staat er misschien... General purpose, even kijken. De aluminium exoskeleton series high poly hinge locking frame. Nou... Daar gaan we eens even op zoeken. Dat staat er dus bij. Nou, het is mooi. Even kijken, hij zegt toch dat er 3 files zijn. Wat is dat dan? Oh nee, die zijn in andere formaten. Dus inderdaad 1 bestand. Nou ja, dan weten we dat ook. Dat ding is te koop. Alleen de vraag is nog waar. Goed, volgende op de lijst. En dat is Rob. PA1X. Ja, ik weet niet. Volgens mij heb ik je al eerder verteld dat ik die dat kleine transceivertje had. Hè? PA1, dat herinner ik me nu ineens. PA1X, de Lisa-ronde van Papa Alpha 6 Echo. Ja, papa Alfa zegt ik wel, de groep papa Alfa 1. Ik zei ja, je had het inderdaad een keer verteld ervan. Ik heb ook een keer op internet lopen overzoekt en dat is best inderdaad best wel een leuk dingetje. Echt, hoe kunnen ze het maken zo op die manier, hè? Dus ja, is leuk voor als je wat voor buiten of voor velddagen of wat ook, hè. Dan is het natuurlijk erg leuk om zo'n dingetje mee te nemen. Hè? Dus oké. Ja, wat ik nog meer. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel bijzonders te melden. Ja. Ik was wel een beetje bezig met die kleine minicomputertjes, Raspberry Pi en hoe heet die andere dingen, Arduino's. Ik heb een paar Arduino's. Ik heb een koolhevertje gemaakt. Die netjes van kool kan zijn en die ook, laten we zeggen, als het onder een paar minuten dan. En ook als het halfwege het uitzenden, die microfoon loslaat, dan houdt hij even de contactjes hoog, het zendcontact, zodat hij netjes de call kan uitzenden. Dus dat ligt klaar op mijn werkbank, hoeft alleen nog even ingebouwd te worden. Dus dat is wel eens voor mij altijd het grootste bezwaar, hè, dingetjes inbouwen. Dus ook wel bezig met een Arduino'tje om de slimme meter uit te lezen. Dus ja, zo vermaak ik wel een beetje met de hobby, John.
Oké. Goed verricht, geen bijzonderheden. Het is hier behoorlijk warm, mijn check. Ik had de ventilator laag gezet, maar ik ga zo lekker naar binnen toe uit. Dus ik luister nog even mee en dan ben ik zometeen ook weg. Hè. Dus zit er wel een sterretje achter. Ik wil in ieder geval bedanken voor de leider van de ronde. PA6 Echo, groep Papal, Vereniging C. Ja, Roger van PSS Echo. Even kijken naar welke nog ergens op. Oh ja, je moet de koolgever niet bij D-Star aanzetten trouwens. Want D-Star kan geen driehoeksgolven weergeven. Of wat erop lijkt. En veel de Cytone-generatoren die maken een soort van driehoeksgolf. En dat klinkt een beetje als Aurora. Dus je hoort dan een heel heigerig, sisserig kool. Maar geen toon bij D-Star. Dus dat, en sowieso kan het met je spraak best wel interfereren. Dus het is niet een goed idee om dat bij D-Star te hebben. Ja, het transceivertje dat is tot stand gekomen op een manier zoals je dat uit de open source wereld kent. Of misschien niet kent, maar ik denk het wel. Het is een open source ontwerp van iemand die dingen ook commercieel levert. En daar in samenwerking met de originele maker hebben een Nederlander en een Duitser daar een vernieuwde versie van gemaakt. En die Nederlander die is ontzettend goed in het maken van SDR software. En die heeft dus SSB eraan toegevoegd, ook voor zenden. Wat dat toch wel best een huzarenstukje is, ook de manier waarop dat gebeurt. Dus dat is echt allemaal heel innovatief, gebruikt super weinig stroom. En ja, dat ding is echt heel, heel erg klein ook nog. Hè? De ontvanger die blijft op 40 meter bij mij op de grote antenne keurig overeind. Ook al is er een contest, daar heb je helemaal geen last van. Gespetter of zo, je kunt bandbreedte instellen. Dat ding is ongelooflijk luxe. Noise blanker, Fox, alles zit erin. Hè? Volgens mij zit er ook een kataansluiting. Maar ik weet niet of die in deze versie dat die ook zit. Maar in een eerdere versie zat die wel. En ja, het is gewoon, je hebt voor het geld een complete transceiver. Maar dit dingetje is aardig. In tegenstelling tot eerdere versies zit hier de microfoon in de behuizing. Dus je kunt hem gewoon als een soort portofoon aanspreken. Dat werkt gewoon prima. De modulatie van dichtbij is niet heel goed. Maar op afstand is het uitstekend. En ja, dat is gewoon, ja. Ik ben echt helemaal enthousiast van dat ding. Hè. Ik ontdek ook nog steeds allerlei functies die ik nog niet kende. Bijvoorbeeld dubbelfuncties van knoppen en zo. En er zijn een aantal dingen die niet gedocumenteerd zijn. Ook heb ik natuurlijk wel die maker waar ik dan mijn mail inmiddels... nou ja, ik heb hem nog niet teruggestuurd, maar die kan ik inmiddels wel proberen allerlei dingen te ontfutselen. Dus dat is misschien ook nog wel wat. Goed. Ja, nou, een microfoon aan jou, Frans. Ik hoor dat er inmiddels sprake was van een ratel. Nou ja, dat is vooruitgang. PD4 Fox Mike Juliet van Papa Alpha 6 Echo voor de D-Star ronde. Oh jee. Hallo Frans. Ja, met Papa Alpha 4 Fox Mike Juliet. Kun je mij horen? Ik hoor je nu, zeker. Oké. De repeater zit weer in de lucht, John. Ik lees het net, de stream doet het. Nou, iedereen die meeluistert, welkom. Maar ik lees ook dat de UTR het dus niet doet. Maar we hadden net wel een inmelder voor je UTR. Dus de microfoon in jou, Frans. Ja, ik moet heel even de repeater hier vinden. Anders hoor ik het dubbel anders, hè. Ja, maar ja, hij functioneert weer. We hebben hem op 0,88. Dus op de X 0,88. En wonder, draait hij weer. Ah, dat is heel mooi. Even kijken hoor, want nou ben ik mijn schermpje kwijt met waar de kool zo handig op stond. Ah, hier heb ik hem. Oh ja, dat moet ik even typen. Even kijken. Nee, ik ben ze luisteren inmiddels ook mee, denk ik. Dus, maar dat was het station via UTR, dat die was om 20:45. De e-mail via UTR, dat was PD4 Echo Hotel Juliet. Jawel. Ik moet snel mijn spreadsheet weer even in beeld. De volgende op de lijst, dat is Jaap weer. Jaap, die antenne, maar je hebt wel verteld dat je met antenne bezig was, maar ik weet helemaal niet meer wat voor type dat antenne nou is. Hè? FP3 was het volgens mij. Maar dat zegt me zo ook niet voldoende. Maar ik ga ervan uit dat het een meerbandenantenne voor HF is. Klopt dat? PH2X, de D-Star ronde van Papa Alpha 6 Echo.
Ja, John, op Hotel 2. Het is een FB13, een fritsel. Dat is een dipool, 7,5 meter spanwijdte. En die staat op een rotor, op een mast van 3 meter. En die staat op ongeveer 2,60 meter hoog, denk ik. Die heb ik geplaatst en daar ben ik lang mee bezig geweest. Ik moest allemaal tegels naar het was brengen in de afgelopen tijd. Nou, ik had het ding geloof ik al ruim een jaar liggen beneden. Tenminste, op de zolder. En dan moest je nog verder naar boven. Wat ik vandaag heb gedaan nog was een 2 meter antenne bijplaatsen. Waar ik dus nu mee zit. En ik heb vandaag vanmiddag even, of eigenlijk misschien vanavond, met mijn dochter ben ik samen het dak op geweest en die heeft geholpen. Ik heb de mast met antenne even opgetild uit de rotor en uit het lager. En er moest nog een extra lager tussen, want daar wil ik tuindraden aan bevestigen. En dat was even spannend, want je moet zo'n antenne in evenwicht houden. Maar dat, zo heb ik hem er ook ingekregen in mijn eentje, maar nu hield mijn dochter even mee. Heel erg lachen, of heel erg leuk, want ze wilde graag eventjes het dak op. Dus ik, nou, dat is een mooie gelegenheid om nu eventjes samen te gaan. Dan kun je nog helpen ook. Goed, maar ik moet hem, geloof ik, net ietsje beter weer eigen de antenne, want ik geloof dat hij net een paar graden verkeerd staat. Dus dan klopt het niet helemaal met wat er op de aflegger staat. Nee, maar goed, dus daar ben ik mee bezig geweest, John. De FB13 en de 7,5 meter brede dipool antenne. Ik ga er niet veel te melden. Microfoon retour. Papa Alpha CZ of Papa Hotel 2. Ja, dan weet ik niet of je die antenne weer moet demonteren. Ik had vroeger een rotor, dat kon je gewoon instellen. Als er een afwijking was met de antenne, er was een potmeter waarmee het kon. Volgens mij aan de onderkant. Maar ik weet niet of alle rotoren dat hebben. Ik had het destijds volgens mij een KR600 van Kenpro. Heel lang geleden. Een geluidloze rotor met nylon lagers. En dat was nodig, want er stond een flat op de hoogte van mijn antenne ongeveer. Een meter of 60 tot 100 meter bij mijn antenne vandaan. En die slaapkamers die zaten ongeveer op de hoogte van de antenne. Dus dat ding dat moest echt geruisloos draaien. En die stond dus op de rotor in een constructiemast. Dus in de constructiemast, was in de pylonen, zeg maar, er was een plateautje gemaakt. Daar stond die rotor op. En bovenin een toplager. En er ging dan een hele dikke stalen pijp door die hele mast heen. En dat was echt volkomen geruisloos. Hè? Dat lager, dat was ook nylon. Dat heeft 10 jaar of zo gedraaid. Dat was hartstikke mooi. Dus, maar ik kon daarmee wel de afwijking instellen. Dus als die niet klopte, dan hoefde ik niet de antenne te demonteren. En ik zie inmiddels een antenne zoals jij hebt voor me. Dat is toch wel heel stuk groter dan ik dacht. 7,5 meter. Jongen. Met traps erin. Jawel. Ik denk dat Michael er vandoor was. Of heb ik dat nou verkeerd? Ik heb het niet bijgehouden. En volgens mij maakt Rob PANX ook aanstalten. Maar dat weet ik niet. Nou, ik ga gewoon proberen of Michael er nog is. Is hij er niet, dan gaat hij door naar de volgende. PA1 Mike Sierra Whiskey, de dienst eronder. PSS Echo. Ik wacht extra lang, want dat doet Michael ook, maar volgens mij is hij echt weg. Even kijken. Dat denk ik. Van PA1X weet ik het niet zeker, maar dat ga ik ook proberen. Rob, was jij er nog? PA1X, de dienst daaronder, Persis Echo. Hey, ja, ik weet niet of ik nog in de lucht ben. Hè. Dat ging volgens mij niet helemaal goed via de repeat IJsselstrein, dus... Ik hou het even kort, John. Ja, je had het net over dat zendertje, had je inderdaad vorige keer verteld, hè, dat HF-zendertje. Dus dat vond ik wel grappig, heb ik nog even op internet bekeken. Voor de rest geen bijzonders eigenlijk. Hè. Ik sta ook maar een beetje hier bezig met Raspberry Pi en dat andere computertje, een Arduino. Met wat dingetjes maken, een koolhebertje gemaakt en nog een paar dingetjes. Dus zo vermaken we ons wel, hè. Ik weet niet of ik in de lucht ben, dus ik hou het kort, John. En ik luister nog even mee en dan ga ik ook zo naar binnen, want het is behoorlijk warm in mijn check, hè. Goed, ik ga er toe op PA6 Echo, PA1X.
nee, ik had je vorige doorgang wel gehoord. Ik wist alleen niet zeker of je je uitgemeld had. Dat hou ik meestal heel erg slecht bij. Deels het eigen belang, want dan blijven de mensen wat langer in de ronde, hè? Hi. jawel. Maar nee, duidelijk. Ja, kijk maar eens naar dingen. Delta Lima 2, Mike Alpha November. Delta Echo is de site. Delta Lima 2, Mike Alpha November. Delta Echo. En als je er een koopt, koop er eentje bij het adres die hij aanbeveelt. Want dan krijg je eentje die aan hun eisen voldoet. En ik kan je vertellen uit ervaring. Ik heb ook een andere. Dat ding van hun is beduidend beter dan de Chinese namaak. Hè. Dat scheelt echt veel. Hoewel die Chinese namaak wel bruikbaar zijn. Je kunt er wel wat mee. Maar een aantal functies werken niet. De processor die is wat onder. Heeft wat te weinig kracht en zo. Ja, en Raspberry's, daar doe ik echt heel veel mee. Hè. Ik heb er daar heel veel van. Helaas was de afgelopen maanden de prijs een beetje omhoog gegaan. Ik weet niet of je dat had opgemerkt, maar in het begin was het zo erg dat ik een Raspberry Pi Zero, die kostte 3 weken ervoor nog €5. En die zag ik op eBay aangeboden worden pre-owned, dus dat waren niet eens nieuwe, voor $200. Omdat er een chipstekort is. En er zijn nog steeds leveringsproblemen. En dat komt omdat de auto-industrie, dat zeggen ze zelf, dat de auto-industrie voorrang krijgt op computertjes, hè. Wat is er nou belangrijker dan kleine computertjes die je embedded kunt gebruiken? Ik snap dat niet, dan moet je met een auto. Goed, ik ga naar de volgende op de lijst. Dat is Frans alweer. Dus ik denk dat ik de ronde zo ga sluiten. Want nu krijgen we heel snel achter elkaar dezelfde mensen dezelfde microfoon weer. Hè? PD4 Fox Mike Juliet, die is de ronde. PSS Echo. Oké, John. Even kijken. Ben ik goed te horen? Ja, probleemloos. Nou, kijk eens aan, dat is wel helemaal mooi. Ja, ik hoor jou zo lekker over die 3D-printer praten. Nou, ik heb ook wat projectjes. Ik heb van die houten puzzeltjes. En die ben ik nu in 3D aan het printen, hè. Dus, dat geeft ook wel leuke effecten. En trouwens, misschien is het ook wel een leuk idee voor jou. Ik heb een tandenborstelhouder. Heb ik gemaakt. Dus daar zitten dus twee elektrische tandenborsthouders in. En in het midden, daar staat de tandpasta. Misschien is dat nog wel een ideetje voor jou, John. Ja, nee, maar ik heb meerdere elektrische tandenborstels en die wissel ik af. Omdat de ene tandenborstel die is heel goed voor het grove werk, zeg maar, om de tandsteen te verwijderen. En die andere die is juist heel goed om tussen de tanden in te doen. Dus ik had er gewoon twee gekocht toen. En de ene keer doe ik met de ene dan. Maar dan wordt het wel een beetje, dan wordt het een tweepersoonshouder, hè, op zijn minst. Dus, nee. Ja, nee, ik heb me voorgenomen op een gegeven moment, liep het zo uit de hand. Met allerlei objectjes. En daar heb ik één uitzondering op gemaakt. Maar ik ga alleen nog dingen printen die ik ook echt ga gebruiken. En die ene uitzondering, dat waren 4 katten die ik afgelopen weekend geprint heb, beeldjes. Ik had daar in het begin eentje van geprint en die was heel klein, maar toen wist ik nog niet hoe ik dat kon vergroten. En nu heb ik echt een hele grote gemaakt en een iets grotere en nog een grotere. En toen later bleek nog dat ik nog net een veel groter ergens in een hoekje van dat bed kon persen. En die heb ik ook nog geprint. En die is echt heel mooi geworden, daar ben ik echt heel tevreden over. Dus die ga ik een prominente plek geven in mijn vitrine, waar ook de mosterdzijnsleutels staan. Hè? Dus, als kat, een witte kat. Ik had hem eerst in zwart geprint, want ik had toen nog geen wit filament in het begin. Maar de rest dat zijn allemaal hobbydingen, behuizingjes, allerlei fratsen die ik daarvoor maak. Hè. Dus en isolatoren voor antennes, en dat gaat ook wel heel hard. Ik heb al een paar weken gehad dat ik dat ding vervloekt heb. Toen dat ding verstopt zat en ik maar niet voor elkaar kon krijgen. Maar uiteindelijk bleek dus in de fabriek de temperatuur gewoon veel te laag ingesteld te zijn. Van zowel de firmware als van de software die meegeleverd werd. Het stond veel te laag en daardoor raakte dat ding dus verstopt en kon je er niks meer mee. Nou goed, dat had ik dus uitgevonden. En vervolgens, sindsdien werkt die probleemloos. Hè. Ik heb geen gedonder meer gehad. Dus, jawel. Nou, microfoon nog een keer naar Jaap en dan sluit ik de eerste ronde af. Ik ben wel tevreden met de opkomst, kan ik zeggen. PH2X, de eerste ronde. Papa Alpha 6 Echo. Ja, dankjewel John. Nog één keer. Ik heb hem handmatig kunnen eiken hier. Ik hoefde niet het dak op. Ik heb al vaker aan dat... dat wijzertje gezeten, maar ik durfde het niet. Maar ja, hij steekt door het glas heen, dus
mede door wat jij zei, denk ik, ja, nou, ik, dat ding moet gewoon te eiken zijn met de hand. Dus ik heb hem toch met wat meer kracht gedraaid en opeens schoot hij, kwam de beweging in. Dus dat kan inderdaad gewoon. Helemaal niks meer te melden. Dus ik geef de microfoon retour voor de finale aan papa Alfa 6X of aan papa Hotel 2X. Dat dingetje wat op de meter zelf zit, is de nulinstelling van de meter. Hè? Dat kun je beter niet. Dat is als die zonder spanning staat, moet die op het linker streepje staan. Maar bij mij zat onderop zat nog een potmeter waarmee ik hem kon corrigeren voor foutief geplaatst. Voor een afwijking bij het plaatsen van de antenne. Hè? Maar ik weet niet, ik heb maar 2 rotors gehad in mijn leven. Dus ik weet niet of ze dat allemaal hebben. Ik weet trouwens niet of ik die andere ook nog heb. Die was nog goed toen die van dak af ging. Dus die zal ik misschien nog wel ergens op zolder hebben liggen. Mijn zolder is all dedicated to antennemateriaal. Dus daar liggen alleen antennes. Ja, 2 tuinstoelen. Maar voor de rest alleen antennes. En onderdelen van antennes. Dus ik heb iets van 14 antennes met coax eraan op zolder. Dus waaronder 2 antennes voor de repeater. Want die staan ook gewoon op zolder. Dus ja, dat is... Als ik de zolder op ga, moet ik de repeater uitzetten. Hè? Dat ben ik 1 keer vergeten. Toen had ik een brandblaar aan mijn elleboog zitten. Omdat ik op het moment dat de 2 meter repeater inkwam, steunde op de zendantenne. Ja, dan leer je dat wel af. Goed, allemaal bedankt voor het meedoen. En tot de volgende keer. Ik zal de volgende keer, dat zei ik vorige keer ook, maar ik zal serieus proberen wat meer lawaai te maken. Maar ik heb het niet altijd in de hand, want soms is het gewoon zo druk met werk. En dat is altijd op dinsdag de gesodemieter. Dat zit zo je hobby's in de weg, dat werk. Hè? Dat is af en toe best wel vervelend. Maar goed, het levert toch geld op. Daar kun je dan weer die hobby van bedrijven. Goed, mensen, groeten allemaal. En tot volgende week. Papa Alpha 6 Echo, en ik sluit de dienst daar ronde. Ik heb nog 1 vraagje. Kun je me dat nog even geven? Ja, natuurlijk. Heb jij nog iets gehoord van PH4TW? Wat een hele feit, die ligt eruit. Nou, hij zit nu op de chat. Tenminste, daarnet toen ik nog keek. Toen was hij er. En hij was even degene voor wie ik zei van nou, laat die stream even werken. Want dan moet er geen ontvangst. Dus volgens mij is hij er wel mee bezig. Het werkt volgens mij nog niet goed hoor. Maar zijn dashboard doet het wel. Dat kun je vinden op xlx088.pa4tw.nl. Dat werkt wel. Dus xlx088.pa4tw.nl. Oei. Kom ik door, Frans? Oké, ik zie het. Het werkt inderdaad nog, ja. Hartstikke goed. Ja, nee, als er nog meer is, dan blijf ik gerust nog even hoor. Van PSS Echo. Dat was mijn vraagje, want ik heb die app gedaan en aan het trainsite daarmee gekoppeld. Maar ik was alles kwijt. Ja, precies, zijn site doet het niet, maar hij heeft zijn eigen belangen opzij gezet. Hè? Hij laat er een vlek te volgen, joh. Dus zijn privé-site is er niet. Moet je nagaan, wat een dedication. Hey, groeten, PSS Echo. Oké, de groeten, bedankt. Hoi.